ontaarde moeder in de Amerikaanse stad Milwaukee liet haar 2 dagen oude baby hulpeloos achter. Het ijsbeertje liep een longontsteking op en moest ondergebracht worden in een couveuse van de dierentuinkliniek. De vondeling koestert zich nu in de vaderlijke zorgen van een arts. Hij is er alweer heel wat beter aan toe. Het is voor het beertje het beste dat er zo gauw mogelijk een geschikte pleegmoeder gevonden wordt. Intussen worden alle medische hulpmiddelen aangewend om het couveuse beertje in leven te houden. In de uitgaansstad Parijs is een huismus ontdekt. Een echte mus wel te verstaan, die 17 maanden geleden uit het ouderlijk nest viel en liefderijk werd opgenomen door een kruidenier. Dagelijks vliegt het diertje van de spersiebonen via de blikken tomatensoep naar de doperwten. Hij gaat af en toe ook wel eens een luchtje scheppen, maar is altijd op tijd thuis om te eten. De beroemde fabeldichter La Fontaine heeft er nooit aan gedacht een fabel te schrijven over de huismus en de kruidenier die voor zijn gevleugeld vriendje het eten uit de mond spaart.